daar was ik weer met een nieuw verhaaltje. En kijk eens wie erbij zijn. Bruun en Bruin. We zitten nu weer helemaal op zolder. Niet meer in de woonkamer. Maar jullie hebben misschien net de knutsel gemaakt van Pluk van de Pettenflat. En nu komt er een verhaaltje van Pluk van de Pettenflat. Kijk, hier staat Pluk van de Pettenflat. En hier zie je zijn kraanwagentje. En hier heb ik hem ook al opgehangen. Het kraanwagentje wat we gemaakt hebben. En hier is er nog één. Kippenboop heb ik ook gemaakt. Het begint op de eerste bladzijde met een hele mooie tekening van de flat. Hier zien jullie de pettenflat. Maar Pluk woont er nog niet. Nee, hier is ook de pettenflat. Er wonen wel heel veel mensen in die pettenflat. Want het eerste hoofdstuk heet Pluk vindt een huisje. Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed ermee door de hele stad en hij zocht naar een huis om in te wonen. Af en toe stopte hij en hij vroeg aan de mensen, weet u een huis voor mij? Dan dachten de mensen even na. En dan zeiden ze, nee, alle huizen zijn vol. Eindelijk reed Pluk naar het park. Hij zette zijn wagentje tussen twee bomen en ging op een bankje zitten. Misschien dat ik vannacht maar in het park moet blijven slapen, zei hij hardop. Dan slaap ik in mijn wagentje onder de boom. Dat kan. Toen hoorde hij een stem boven zich in de boom. Ik weet een huis voor je, zei de stem. Pluk keek op en op een tak van de grote eikenboom zat een mooie, dikke duif. Het torentje van de pettenflat staat leeg, zei de duif. O, dankjewel, zei Pluk en nam zijn petje af. Waar is de pettenflat en hoe heet jij? Ik ben Dolly, zei de duif. En de pettenflat is hier vlakbij. Dat hele hoge flatgebouw. Zie je achter een boek? Zie je wel? En helemaal bovenop is een torentje. En in dat torentje is een kamertje. En daar woont niemand in. Als je vlug bent, kun je in het kamertje wonen. Maar je moet wel opschieten, want anders is er misschien alweer iemand anders. Bedankt, zei Pluk. Hij stapte dadelijk in zijn kraanwagen en reed naar het flatgebouw. Hij zette zijn wagentje langs de stoep, ging de glazen deur binnen en stapte in de lift. Zoef, de lift ging naar boven. Toen hij uitgestapt was, stond hij op de allerhoogste buitengalerij. De wind woei. Verschrikkelijk hoog was het. Hij werd bijna duizelig. Maar daar was Dolly de duif alweer. Die zat op de leuning van de balustrade. Ze was naar boven gevlogen, sneller dan de lift. En nu zat ze op hem te wachten. Kom maar mee, zei Dolly. Ja, loop maar mee over de gang. Kijk, daar is de deur van het torentje. En de deur is niet op slot. Je kunt er zo in. Pluk ging naar binnen. Het was een heel leuk torenkamertje. Helemaal rond en met ramen aan alle kanten. Er stond een bed en een stoel en een kast en er was een wastafel. Denk je dat ik hier zomaar mag wonen? Vroeg Pluk. Ja hoor, zei Dolly. Het staat leeg. Veel geluk ermee en tot ziens. Ik kom hier nog wel eens opzoeken. En Dolly de duif vloog weg, terug naar het park. Oh, Pluk was erg gelukkig met zijn eigen huisje. Hij bleef een uur lang uitkijken en telkens uit een ander stukje raam, want er waren ramen overal in het ronde. Totdat hij honger kreeg. Ik ga boodschappen doen, zei hij. Hieronder in het flatgebouw zag ik een heleboel winkels. Hij ging weer met de lift en nu stond er iemand anders in de lift. Het was een dame met een grote spuitbus in haar hand.
Ze bekeek Pluk van top tot teen en vroeg toen: waar woon jij? Woon jij hier? Ja, mevrouw, zei Pluk beleefd. Waar woon jij dan? Vroeg de dame. In welke flat en op welk nummer? Ik woon in het torentje, zei Pluk. In de torenkamer? Vroeg de dame. Zo, zo. Ze bekeek hem weer eens met hele koude ogen. Pluk was bang. Pluk was bang ook dat ze zou gaan vragen, mag dat wel? Of heb je wel een vergunning om daar te wonen? Maar gelukkig was de lift beneden. En voor ze verder iets kon vragen, en Pluk ging haastig uit de lift en holde weg naar buiten, naar de winkels. Hij kocht brood en melk en een zak met appels. Nou, dat is geloof ik alles wat ik nodig heb, zei Pluk. Oh nee, ik wou nog graag een stripboek kopen. Hij ging naar een boekenwinkeltje. Er stond een aardige oude meneer achter de toonbank. En terwijl Pluk bezig was een stripverhaal uit te zoeken, vroeg de oude meneer: woon jij hier in de flat? Ja, ik woon in het torentje, zei Pluk, maar ik woon er nog maar net. Nou dan bof je, zei de oude meneer. Heb je al andere mensen ontmoet die hier wonen? Nee, zei Pluk. Oh, tenminste. Ja, in de lift stond een dame met een spuitbus. Oh, lieve help, met een spuitbus. Dat moet mevrouw Helderder geweest zijn. Waar ging ze naartoe? Ja, dat weet ik niet, zei Pluk. Ze stond in de lift en ze ging helemaal tot beneden aan toe. Net als ik, geloof ik. Ik geloof zelf dat ze nog lager ging. Met de lift, kan dat? Is er een kelder of zo? Ja, ja, ja. Luister, mijn jongen, zei het oude meneertje. Ik ben meneer Pen. En hoe heet jij? Ik ben Pluk. Mooi, Pluk. Wil je alsjeblieft naar de kelder gaan? De eerste groene deur in de hal en dan de trap af. Ja, wat moet ik daar dan doen? Vroeg Pluk. Luister, zei meneer Pen. Die mevrouw Helderder loopt de hele dag te spuiten met die bus. Overal. Psst, psst, psst. Die bus is tegen vliegen, muggen en motten en zo, weet je wel? Maar in de kelder woont Zaza. Wie is Zaza? Vroeg Pluk. Dat is een vriendje van mij, zei meneer Pen. Zaza is een kakkerlak. Een kakkerlak, begon Pluk verbaasd. Maar meneer Pen gaf hem een duwtje en riep: schiet op, gauw, gauw, anders wordt Zaza doodgespoten. En Pluk holde het winkeltje uit. Hij draafde de hal van de flat in en ging door de groene deur de trap af naar de kelder. En daar kwam hem een vieze geur tegemoet. Het was de geur van de spuitbus. Hij stond in een hele grote ruimte. Het was er heet en droog. Oh, hier stond de motor van de centrale verwarming. Het eerste wat Pluk deed, was een raampje openzetten. En toen ging hij op zoek naar het vriendje van meneer Pen, een kakkerlak. Wie heeft er nou een kakkerlak als vriend? Dacht Pluk. En hij riep: Zaza! En er kwam geen antwoord. Voetje voor voetje liep hij de kelder door, overal speurend. Of hij iets zag liggen, een klein beestje, dat was dan de kakkerlak Zaza. Ja, daar in het hoekje zag hij een klein beestje liggen. Het lag op zijn ruggetje te spartelen met zijn pootjes. O jee, als hij maar niet bijna dood was. Och, arme Zaza, zei Pluk. En pakte het diertje op en legde het vlak bij het open raam. En toen ging hij terug naar meneer Pen. Te laat, zei Pluk tegen meneer Pen. Hij is dood. Oh, meneer Pen zuchtte. Ja, niet dat ik nou zo dol ben op kakkerlakken, zei hij. Maar zie je, dit is een hele speciale kakkerlak. Het is een hele aardige en ook een knappe, intelligente. Dood, zeg je? Door die spuitbus natuurlijk.
Die mevrouw Helderder zal nog eens alles doodspuiten wat leeft hier in de buurt. Ze is altijd bezig met die spuitbus. Tenminste, als ze niet staat te vegen of te boenen. Ze is te schoon, weet je. Te netjes. Het is haar nooit helder genoeg. Het moet altijd helderder. Daarom heet ze geloof ik ook zo. Maar bedankt voor de moeite, jongen. En kom nog maar eens een keertje terug. Pluk ging met zijn boodschap op weg naar de lift. Maar ineens bedacht hij dat hij de zak met appelen in de kelder had laten liggen. En haastig ging hij terug om de zak te halen. Toen hij met de zak terug wilde lopen, hoorde hij een heel klein stemmetje zeggen: "Ik lust wel een appelschilletje." Pluk draaide zich verbaasd om. En daar, bij het kelderraampje, zat de kakkerlak. Recht op zijn pootjes. Hij zag er heel levend uit. "Ik was flauw gevallen," zei hij. "Maar nu ben ik weer beter. Zou ze nog terugkomen, denk je, met die vreselijke spuitbus?" "Ik weet het niet," zei Pluk. "Ik denk dat je beter mee kan komen naar mijn torenkamertje. Want daar komt ze niet. En dan krijg jij voortaan al mijn appelschilletjes." Hij nam Zaza voorzichtig mee en deed haar beide appeltjes in de zak. Toen hij die avond naar bed ging, was hij heel gelukkig. "Ik heb een huis," dacht hij. "En ik heb al 2 vrienden. Nee, 3. Dolly, meneer Pen en Zaza." "Lig je lekker, Zaza?" riep hij. Zaza lag in een luciferdoosje met watten. "Prima," riep hij met zijn hele kleine kakkerlakstemmetje. "Tot morgen dan," zei Pluk. En hij sliep in. Dat is echt heel leuk. Kijk, hier zie je die mevrouw Helderder met haar spuitbus. Dat is niet fijn, hè, dat ze alle insecten doodspuit. En hier zie je nog een keertje Pluk. En op de achterkant zie je alle mensen die in de flat wonen. Ik denk dat dit mevrouw Helderder is, want die heeft een bezem. En die is heel erg aan het poetsen. Even kijken of ik meneer Pen ook zie. Nee, ik weet nog niet precies wie dat is. Dan moeten we verder lezen in het boek. Nou, dat was een verhaaltje van Pluk van de Pettenflat. Tot ziens, tot de volgende keer.